Voorafgaand aan de wedstrijd moeten de renners zich melden bij de verzetcontrole voor een nadere inspectie van de fietsen. Daarbij gadegeslagen door de burgemeester van Borgerodoorn, Marco Oud. En hij ziet twee deelnemers uit zijn eigen gemeente. De tweeling Niels en Rick Goeree uit Borger. Wordt het een wedstrijd om de titel of wordt het weer een onderlinge strijd tussen twee broertjes? Nou, er zijn heel veel jongens die echt sterk zijn. En ik denk dat het meer een onderlinge strijd wordt tussen de rest. En Rick en ik die gunnen het elkaar wel. Dus als Rick sterker is, dan zou ik ook echt wel voor hem rijden. En als maar één van ons wint, dan zou het natuurlijk heel mooi zijn. Maar het wordt wel heel moeilijk. En is dat wederzijds? Ja, zeker weten. Ja, dat wordt sowieso een hele zware wedstrijd. En er zijn een heleboel goede jongens. Dus er zijn een heleboel jongens die kans maken op de titel. 152 junioren gaan dan van start voor hun wedstrijd om de nationale titel over 130 kilometer. Met daarbij 7 Drenten. Naast Niels en Rick Goeree zijn dat Edward Bruins uit Zuidwolde, Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden, Tom Schaft uit Dalerveen, Rutger Vos uit Exlo en Stan Wijkel, de veldrijder uit Holsloot. Het is een mooi parcours tussen Exlo, Valte en Ees. Maar de omstandigheden zijn zwaar, want er staat een strakke wind. En dus zien we een compact peloton met af en toe een uitlooppoging. Maar dat leverde nooit meer op dan een voorsprong van 15 seconden. Hier zien we zo'n ontsnapping met Jaap de Jong uit Lunteren, Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden en Niels Goeree. Maar ook deze voorsprong wordt weer teniet gedaan en het peloton komt weer samen. En zo zijn er meer ontsnappingen. Maar dan, na 80 kilometer, de broertjes Goeree zijn ze weggesprongen uit het peloton en nemen een voorsprong van maximaal 20 seconden. En als we dan even later achteruit kijken, dan zien we de aansluiting van Thijs de Lange uit Kattendijke en Marnix van Ark uit Capelle aan den IJssel. Maar ook deze vier mensen blijven niet alleen voorop. Want even later zien we dat er nog 6 renners aansluiten. En dat zijn Tim Arius uit Renen, Jochem Buchener uit Ilpendam, Nicky Gieskens uit Den Haag, Marijn Korevaar uit Groot-Anders, Jeroen Smits uit Purmerend en Jan-Willem van Soest uit Leiderdorp. 20 kilometer voor het einde, opnieuw 2 mensen weggesprongen. Het zijn Niels Goeree samen met Marijn Korevaar. En zij gaan beslissen wie uiteindelijk nationaal kampioen wordt. Korevaar sprint weg, hij probeert het, maar dan komt er een krachtsexplosie van Niels Goeree. En hij is natuurlijk vele malen sneller dan Korevaar. Hij gaat alleen op de streep af, heeft er hard voor gevochten en wint uiteindelijk ook. Mede dankzij de voortreffelijke steun van broertje Rick, die uiteindelijk als 4e finisht in Exlo. Maar de winst is voor Niels Goeree. Het was eigenlijk geen plan. Ik heb iedere keer tegen Rick gezegd. Ik zeg van, we gaan erheen en we zien wel hoe het gaat. En dan zien we het wel. Kijk, als je hier een tactisch plan gaat bedenken, dan lukt het zelden. Dus ja, het was gewoon kijken en kijken wat er gebeurt. Hoe voelt dit nou, nationale titel? Ja, super. Dat ik er nu een heel jaar in mag rijden, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus, ja, super.